Ja, het is dus echt een massamedium. Je bereikt binnen een week tijd gewoon superveel mensen, echt miljoenen. Welkom in de BM Media Lounge. Fijn dat je kijkt. Mijn naam is Maruska en ik werk als co-founder bij de Research Club. Deze week is mijn beurt om deze studio 3 gasten te verwelkomen. En naast mij zit al de allereerste gast, Aniek Verloop. Onze wegen kruisten elkaar voor het eerst jaren geleden toen we als kleine guppies op een Franse camping rondliepen. En hoe we alhoewel elkaar altijd zijn blijven volgen, verwaart het soms wel eens het contact. Totdat we elkaar weer tegenkwamen bij een van de programma's van de Reaches Club. En daar blikken we ook vandaag even op terug. Dus super fijn dat je er bent, Aniek. Echt heel erg leuk. Jij bent als marketeer begonnen volgens mij in de muziekindustrie bij 8Ball Music. En uiteindelijk ben je doorgaan als social media manager bij BMG. Heb je verschillende projecten opgezet bij Vertigo 6. En zit je nu inmiddels bij Global, wat eigenlijk de marktleider is van Out of Home Media. Ja, dat klopt. Ja, je hebt verschillende rollen al gepakt. Wat heeft dat jou, al deze verschillende plekken, heeft jou tot een bepaalde marketeer gevormd? Het begon dus eigenlijk heel klein met social. Dat is denk ik toch een generatiedingetje dat je het je snel eigen maakt. En je zit dan bij een bedrijf dat denkt van, we moeten daar misschien iets mee. Bij de hand als ik ben, zei ik, dat ga ik wel voor je doen. En zo ben ik inderdaad bij BMG echt begonnen met social media management. Dus echt de plaatsen van Instagram, Facebook. En vanuit daar ook begonnen met online advertising via die platformen. En bij Vertigo pas echt in het diepe gesprongen als marketeer. En daar ook andere projecten gaan doen van tv-campagnes tot out of home. Ja, en je hebt dan verschillende dingen meegekregen daarin. En merkte je op een gegeven moment, hey, daar geloof ik echt in. Daar zie ik echt een soort heil in. Daar wil ik me verder in gaan verdiepen. Ja, het verklaart eigenlijk denk ik wel waarom ik nu bij Global zit. De out of home exploitant in Nederland. Altijd als ik bij Vertigo campagnes aan het doen was en out of home was daar onderdeel van. Dan had dat gewoon net een iets magisch voor me. Het is buiten, het is super zichtbaar in het straatbeeld. En het is voor heel veel mensen ook heel vet om te zien. Ook als ze niet de doelgroep zijn. Ja, want er zijn best wel veel vooroordelen over de buitenreclame. Hè? Het is niet meetbaar, zeggen sommige mensen. Of iedereen kijkt eigenlijk alleen maar naar de online media en online advertising. Wat is dan de kracht volgens jou dat je wel altijd moet focussen, ook nog steeds op die buitenreclame? Het is dus echt een massamedium. Je bereikt binnen een week tijd gewoon superveel mensen, echt miljoenen. En over de mensen die zeggen dat het niet meetbaar is, die zou ik graag kennis laten maken met het BRO Next, het buitenreclameonderzoek dat sinds dit jaar echt stappen heeft gemaakt. Waarbij we niet alleen de passanten meten, maar ook echt de reclamecontacten. Dus het is zeker wel meetbaar. Ja, interessant. Hey, en ik kan me ook goed voorstellen dat het klinkt nu even heel snel en dat heeft je gebracht naar uiteindelijk jouw passie voor die buitenreclamewereld, maar dat het niet zonder vallen en stoten is gegaan. Ja. En dat ook het marketingwereld of de stappen wat je hebt gezet ook heel veel uitdagingen met zich mee heeft gebracht. Wat waren voor jou persoonlijk de grootste uitdagingen waar je tegenaan liep toen je begon in deze carrièrebranche? Ja, de grootste uitdaging is voor mij denk ik geweest om een werktempo te zoeken dat past bij mijn batterij. Ik ben eigenlijk de afgelopen 10 jaar dat ik nu heb gewerkt altijd volle plank gas vooruit gegaan. Altijd in de 6e versnelling aan het werk geweest. Ik wilde alles doen. Ik was super leergierig. Dus ik ging overal ook in mee. Totdat dat niet meer gaat. En dan loop je tegen een muur aan en dan word je op je plek gezet. Dus eigenlijk nu, sinds een paar maanden, heb ik pas geleerd van, joh, dit is mijn batterij. Hij mag af en toe even leeg, maar niet langdurig. Ja. En is het denk ik ook de wereld waar je in zat dat heel erg meespeelde? Waar je in zit nog steeds? Ja, ik denk een combinatie van beide. Het is natuurlijk een hele dynamische cultuur in de mediabranche. Super creatief. Wat heel mooi is ook. Wat heel mooi is en heel informeel, wat ook goed bij me past. Maar daardoor is de verleiding wel groot om na je hele kantoordag mee te gaan naar borrels en een event hier en nog een borrel daar en een kennismakingszus en zo. En je wil gewoon heel graag en er kan ook heel veel. Ja. Maar dat is voor veel mensen ook een valkuil, denk ik. Ja, veel mensen. Zie je het veel om je heen? Ja, ik zie het heel veel om me heen. Zeker bij mensen van onze generatie. Onze generatie. Ja. Ik denk dat over welke generatie spreken we dan? De millennials. Ja, inderdaad. Ik denk dat wij gewoon vroeg geleerd hebben van, hè, als je hard werkt, dan kun je leuke dingen doen. Ja, het is maakbaar, de wereld. Ja.
Ja. Ja. En alles wat je wil is in handbereik, maar je moet het graag genoeg willen en er hard voor werken. Ja. Dus het zit gewoon een beetje ingebakken bij ons, denk ik. Dat we ook maar gewoon met z'n allen gaan. Ja. En is het dan belangrijk, want ergens is die vrijheid heel interessant, hè, in zo'n creatieve wereld. En helemaal in jouw rol als marketeer is het juist lekker dat je die vrijheid wel hebt. Maar als ik het dan zo hoor, is het ook wel weer als je start, en dat heb ik zelf ook zeker wel eens ervaren, hè, dat je zoekende bent naar bepaalde kaders. Hoe zou iemand die jou daarin hebben, die jou in dat tijdspad heeft met jou heeft gewerkt, hoe zou diegene jou daarin hebben kunnen helpen, denk je? Ik denk toch door me af en toe gewoon af te remmen. Van hey, ja. Je hebt 8 uur in een werkdag. Jij propt er 16 uur in 8 uur eigenlijk. Je mag af en toe best iets langzamer werken en gewoon iets langer nadenken over de dingen waar je mee bezig bent. Ja, en kan je een voorbeeld noemen? Ik mail heel snel. Dus ik type, ik zie iets binnenkomen. Ik raak ook heel snel afgeleid. Dus als ik ergens mee bezig ben, ik zie een mail binnenkomen, dan ga ik dat gelijk doen en hup, het gaat eruit. Ja. Terwijl als je gewoon heel even gewoon eerst afmaakt waar je mee bezig bent, nog een keer doorleest of je het ermee eens bent, of je dat echt is wat je wil opleveren. En daarna pas een kwartiertje misschien blokt in je agenda van nu ga ik heel even mijn mailtjes checken, dan brengt het al een stuk meer rust in je werkdag dan dat je de hele tijd van de hak op de tak aan het springen bent en alles door elkaar probeert te doen. Ja. En zie je dat nu ook doordat je die rust nu veel meer voor jezelf hebt ingebouwd en doordat je dat met vallen opstaan wel hebt geleerd, dat je daardoor ook op creatieniveau ook veel andere keuzes maakt? Ja, ik denk dat ik ook gewoon iets meer de rust heb om langer na te denken en daardoor ook creatiever ben dan wanneer ik het eigenlijk maar half aan het doen ben en mezelf steeds laat afleiden. Ja. Dus ik heb veel meer rust om creatief te zijn. Ja, tof. En wij... Nou, wat ik net al te kort zei, hè? Wij kwamen elkaar tegen tijdens een van de programma's van de Reachouts Club. Volgens mij zat je toen ook echt wel op een punt dat het even allemaal best wel te veel was. Ja. Als je dan kan zeggen, wat heeft dan uiteindelijk dan zo'n programma voor jou dan het meest gebracht? De Reachouts Club, dat hele verhaal. Ja, nou ja, ik noemde hem al heel even, de batterij. Dat heeft wel echt mijn ogen geopend, omdat ik wel heel goed wist wanneer mijn batterij vol was en wanneer die leeg was. Maar eigenlijk die standen daartussen, van hij is 3/4 leeg of hij is half leeg, dat herkende ik nooit. Het was bij mij gewoon gaan tot die leeg was. En dan was die leeg. En dan ging ik eigenlijk nog steeds gewoon door. Terwijl dankzij jullie programma heb ik gewoon hele goede handvatten gevonden. Hoe ik hem tussendoor ook snel even kan opladen. Of als ik voel dat die leeg is, wat kan ik dan doen? Ja. Om mezelf toch even die rust te gunnen. En weer de energie te vinden om de dag af te maken. Ja. Tof. Heel mooi om te horen, ja. Omdat je dat hebt gedaan. En als je dan aan Young Professionals, want ik denk dat je er genoeg mee werkt. Welke 3 tips zou je ze dan sowieso mee willen geven als ze starten in de creatieve wereld? Of net zoals jou als marketeer willen gaan starten? Ik denk dat iedereen met een soort van ambitie en een soort naïviteit ergens in wil stappen. Maar eigenlijk de basiselementen misschien nog niet helemaal mee hebben. We leren heel veel vakinhoudelijk, maar leren we ook dan het gedeelte voor wat je nog veel meer nodig hebt bij het werken. Dus je grens aangeven wat jij erin geeft. Je weet hoe je batterij werkt. Als je nu naar de jonge Aniek kijkt van zo'n paar jaar geleden, die net als een soort van jonge hond startte in deze wereld. Wat zou diegene dan 3 tips mee willen geven? Gun jezelf de tijd om dingen rustig aan te leren. Het is super verleidelijk om gelijk alles aan te willen pakken. Maar begin gewoon bij de basis. Ja. Probeer gewoon 1 ding tegelijk. En klets misschien met je meer senior collega's van, joh, hoe deel jij nou je dag in? Ja, maar daar zit ook wel iets, hè? Want ik klets met oudere of senior mensen. Daar zit ook een bepaalde soort van barrière van, hey, ik denk dat ik het al misschien kan of wat dan ook. Of er zit af en toe wel eens generatieverschillen in. Hoe zou je dat dan aanpakken? Ik merk bij mezelf dat ik nu op een kantelpunt zit dat ik zelf bij die meer senior collega voel. Hoor. En ik zou gewoon echt als tip willen geven ook, vooral aan managers ook, van zorg gewoon dat het bespreekbaar is. Van, hè, we leren je inderdaad vakinhoudelijk wat je moet doen. Maar stel ook gewoon vragen van, joh, hoe kan ik het beste mijn dag indelen? Hoe stel ik mijn prioriteiten? Ja. Ja, vraag het gewoon. Zorg dat er een open sfeer is waarin je dat soort dingen kan vragen. Ja,
Ja, en misschien ook dit ongeduld helpen met het inzichtelijk maken. Ja. Van hoe snel je naar bepaald iets gaat toegroeien, naar een bepaalde rol of naar bepaalde... Ja, maak inderdaad een planning voor jezelf. Van ik sta nu hier, over een jaar wil ik daar zijn. Hoe kan ik dat in realistische stappen doen? Ja, mooi. Dat is een hele mooie tip. En als allerlaatste, kan je een voorbeeld geven van een campagne waar je eigenlijk nu heel erg trots op bent? Want als je dan kijkt waar je nu bent gekomen en dat je nu steeds meer die ontwikkelingen aan het opzetten bent. Als je dan één ding mag uitlichten, waar ben je dan heel erg trots op nu? Ja, ik heb voor Trek, voor de e-bikes van hen, heb ik een campagne ontwikkeld, Fietsdates. En dat was eigenlijk mijn eerste campagne waar alle puzzelstukjes samenvielen. Dus echt van social content tot het YouTube-format wat Fietsdates was. Met de opvolging van een buitenreclamecampagne en retargeting om mensen echt naar de winkel te krijgen en die fiets te gaan kopen. Top. Ja. En hoe heb je dat allemaal aangepakt? Met ook de kennis van het jezelf daarin bewaken en alles. Ja, het begon eigenlijk heel simpel met een briefing van Trek. Van joh, we merken dat vooral onder vrouwen de e-bike populair is. Hoe kunnen we daar iets mee doen? En ik was eigenlijk gewoon aan het wandelen tijdens de lunch om heel even mijn hoofd leeg te maken en te resetten. En het ging om de speed pedelec, dus echt de snelle e-bike. En toen dacht ik, ja, het zou wel tof zijn om iets om speeddates misschien te doen. En van speeddates ging het naar fietsdates. En toen heb ik gewoon een planning gemaakt van, joh, wanneer kunnen we het uitgewerkt hebben? Wat komt er nog meer bij kijken? Sindsdien ben ik eigenlijk wel echt van de lijstjes geworden. Dus ik heb gewoon hele Excel-sheets met alle to-do's erop staan. Zodat het ook een overzicht geeft van wat ik allemaal moet doen. Ja. En daardoor brengt het ook een stukje rust, omdat je inderdaad heel inzichtelijk hebt van wat moet ik allemaal doen. Ja, mooi. Eigenlijk zeg je ook je zegt een aantal hele leuke dingen. Naast dat je jezelf hebt aangeleerd en ook dat je wilde ordenen met die lijstjes en dat heel erg belangrijk voor je is. Maar ook het creatieve proces. Hè, dat je op een gegeven moment bent gaan lopen en dat toen pas ineens die kwartjes vielen. En ik denk dat dat bij heel veel mensen die willen presteren of maar willen doorgaan, maar zo gefocust zijn op dat zo goed mogelijk willen doen en maar bezig met het creatieve proces. Maar soms helpt het om even eruit te stappen. Zeker, dan, neem soms even afstand van je werk. Laat het bezinken. En kijk er af en toe ook niet te serieus naar. Ga vooral met mensen brainstormen. Roep iets geks, roep iets groots. En breng het dan terug naar iets wat uitvoerbaar is. Ja, dus eigenlijk zeg je durf wat groters te denken. Ja. Maar bewaak jezelf daar ook zeker in. Ja, zeker. Ja, tof. En dat is echt het creatieve wereld. En uiteindelijk nu bij Global, wat zijn de dromen en doelen waar je naartoe wilt? Nou, Global is op dit moment marktleider. En sinds 3 weken mag ik me daar brandmarketeer zijn. En de droom is natuurlijk wel om Global als marktleider nog meer te laten groeien. Maar om ook het medium out of home te laten groeien. Dus dat mensen echt wel gaan inzien van, ik heb mijn tv-campagne, ik heb mijn radio, mijn online advertenties. Maar out of home wordt standaard ook onderdeel van die mix. Ja, tof. Dus wat zijn de volgende stappen die je gaat zetten? Wat ga je doen? Ja. Of is dat nog een geheim? Misschien. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Oh. Ja. Nee, maar er staan hele leuke dingen op de planning. We kijken met Global natuurlijk altijd naar wat interessant is om toe te voegen aan ons portfolio. Ja. Dus onlangs hebben we daar de snelwegschermen van Hillenaar aan toegevoegd. Zodat we nu echt op elk touchpoint de doelgroep kunnen bereiken. Dus of ze nu onderweg zijn aan het boodschappen doen zijn of gewoon lekker aan het shoppen zijn. We kunnen ze overal bereiken. En ik ga me vooral bezighouden om onze adverteerders daarover te informeren. Dat ze echt op de hoogte zijn van alles wat er bij ons kan. Tof. Tof. Heel tof om jouw verhaal daarin te horen. Heel erg fijn dat je hier bij mij te gast wilde zijn. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, super fijn. En het leuke is dat je eigenlijk wel heel veel mooie tips hebt meegegeven. Deels ook dat hoe belangrijk het is om jezelf daarin te bewaken. En dat je daar vanuit daar veel meer creatieve stappen kunt zetten en ook uiteindelijk die dromen kunt waarmaken zoals jij het nu aan het doen bent bij je eigen visie. Dus super tof. Thanks dat je dit wilde doen. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug in de volgende aflevering.